wedstrijd, de kraker tegen Be Fair. Hoeveel is het geworden? Ja, we hebben uiteindelijk met 10 man gewonnen met 2-1. Geweldig. Was het een smerige overtreding? Nee, het was 2 keer geel, maar het rood. Nou, daar ga je ook. Foutje, ja. Dat was heel jammer. Maar uiteindelijk hebben we dus toch met 10 man 2-1 gewonnen. Dus helemaal geweldig. Helemaal goed. En dan ook nog geld ingezameld. Waar kwam dat idee vandaan om dat tijdens je wedstrijd te doen? Nou, het idee komt, wij hebben onze hoofdsponsor Rederecht Groen. Hij heeft heel veel Filipijnen op zijn schepen varen. En daardoor komt het gebeuren toch wat dichterbij. Hè? Want het is wel ver weg en je ziet het alleen op de wereld. Op televisie zie je het. Maar het wordt dichterbij gebracht door de sponsor die heel veel mensen in dienst heeft. Dan wordt het meer eigen en dan ga je er wat aan doen. En zo is het idee eigenlijk geboren om er wat aan te gaan doen. Met onze club en met de clubs die bij ons op bezoek waren. Want dat moeten we niet vergeten. Niet alleen SVC 08. Maar ook de clubs die bij ons op bezoek kwamen, die hebben we ook gewoon meegedaan. Dus ook Be Fair. Dat zit ook in de naam. Die hebben we ook meegedaan. Dus vandaar. Nou Karin, vertel maar, hoeveel is het geworden? We hebben tot nu toe €902 opgehaald. En we hebben nog niet alles verteld. Want zaterdagavond hebben we ook een feest gehad. En het geld wat we het feest opgehaald is, dat is nog niet geteld. Maar ik denk dat er nog ongeveer zo'n €100 bij komt. Dus ik denk dat we de €1000 halen. De €1000 gepasseerd. Wow. Dat is een mooie vraag, hè? Geweldig. Mooi verhaal. Jij kan ook nog een kuntje met een bal, Justin. Ik kan hem proberen in ieder geval. Het is lang geleden hoor. Wacht, ik ga te zien op TV West nu. Want we zijn vandaag gezamenlijk op Den Haag FM Radio en TV West. Nou, Just, laat zien. Oeh. Weet je wat? Nog even oefenen. Dat wordt straks goed. Dan krijg je €10 van mij voor €5,55. En het verzoeknummer van meneer Emmerik uit Voorburg. Hier is Barbara Streisand en People. Anyway, a year later, when I was 14, I crossed the Brooklyn Bridge to Manhattan and saw my first Broadway show, The Diary of Anne Frank. I loved it, but I couldn't afford to see many shows. A year later, when I was 14, I crossed the Brooklyn Bridge to Manhattan saw my first Broadway show, The Diary of Anne Frank. I loved it, but I couldn't afford to see many shows. Hi, Julie Stein. Hi, dear Julie. Isn't that lovely? Such a great score. I love you. En dat komt er allemaal omdat Lidie uit Den Haag belde met 070-390-5454. €25. Goed nieuws van Aad. Ja, normaal gesproken doen we dat op Radio West op dit tijdstip. Op de maandag brengt Aad uit Den Haag ons goed nieuws, want er is al genoeg negativiteit. Aad, goedenavond. Hallo Patrick, goedenavond. Wat een prachtige show maken jullie er toch van vandaag. Vind je het leuk? Ja, super. Nou, dat is alvast leuk om te horen, maar ik heb je natuurlijk niet voor niks gebeld, want ik denk, op zo'n speciale dag kun jij ook al even iets uit de hoed over. Nou, dat heb ik inderdaad gedaan, want we moesten het programma aanpassen, want ik hoefde geen goed nieuws te verzamelen zoals we dat normaal doen. Ik heb, het goede nieuws kan ik in ieder geval melden, dat ik ben redelijk actief lid op een voetbalvereniging, SVC 08, en daar zijn wij afgelopen zaterdag, hebben we een feestavond gehad, en daar zat in de pot, want iedereen die mocht natuurlijk wat doneren, het bedrag van €902,60. Wil je dat bedrag nog een keer zeggen? Dat klinkt zo lekker. €902,60. Wow. Lekker, hè? En dat zijn gewoon fooitjes? Of, dat zijn net fooitjes. En er stond een hele grote rode bak op de bar. En iedereen die wat geld uitgaf, die stopte nog wat extra's in die pot. Er werd natuurlijk op die feestavond ook omgeroepen van jongens, denk aan de Giro 555. Dus iedereen heeft daar heel wel overwogen zijn bijdrage gedaan op onze vereniging. En dat is, dat is sowieso goed nieuws. Zeker, ja. Maar het klinkt alsof er nog meer is. Ja. Ik heb nog meer goed nieuws. Ik ben speler van een elftal veteranen 1, noemen we ons, van de SVC 08. En wij halen uit de pot €100 en dat gaat naar de Giro 555. En toen ik daar melding van maakte binnen de vereniging, toen zeiden andere veteranen die op dinsdagavond trainen, daar maak ik ook deel van uit, van nou, dan doen we alles wat in ons potje zit, dat gaat dan ook naar Giro 555. We hebben natuurlijk altijd een extraatje voor een, mochten we eens een biertje willen drinken daar. Maar dus ik maak 2 keer €100 over aan Giro 555 namens wat ouderen van onze vereniging. Aad, wat ben je lekker bezig, man. Goed, hè? Dat dacht ik. Goed nieuws. Zeker, ja. Nou, dat is goed nieuws, ja. Nou, heb je wel een plaatje verdiend ook, zou ik bijna zeggen. Ja. Nou, dat heb ik zeker. Nou, welke kajak. Ja, kajak. Met? Ja, Ruthless Queen. Prachtig nummer. Mooi.
Vind ik helemaal niet erg. Tot volgende week maandag. Dag. Goed. Dag. Begin af, vervolg van Ukkie tot nu. Twee spelertjes van mij zijn hier ook bij beland en ze hebben de beker. Vanaf Ukkie tot zo kan je zien waar het aan het eind is. Staat er een merk? Wat voor merk is het dan? Leiders en trainers, allemaal trainers en allemaal leiders, zeg het eens. Wat is de rolverdeling binnen de U2? Ron is de trainer, Milo en ik zijn de leiders. Jij en Milo de leider? Ja. Nou Ron, begin jij dan maar eens eerst met technisch trainer, zeg ik altijd maar. Nou, het is in ieder geval een hartstikke leuke groep kinderen waarmee je moet werken. En ik heb ook twee geweldige leiders. Ik kan er zaterdag jammer nog niet bij zijn in de thuiswedstrijd. Maar elk team mag willen dat ze zulke leiders hebben. Dus ik ben er heel erg blij mee. En de ouders ook langs leven erg mee. En het is een genot om dat ook weer van een afstandje te bekijken. Ja, dan is het meestal zo, de leiders, dan spelen ook de kinderen erin. Denk dat Aaron erin speelt. Ja, ik kom mee. Ja. En, hoe gaat dat? Leeft dat thuis al, zo'n wedstrijdje? Hij doet zijn best, laat ik het zo zeggen. Ja, hij doet zijn taak. Aaron is hartstikke goed. Ik wil harder verdedigen. Je weet, ik heb nog een filmpje dat hij niet wilde voetballen. Ja, ik een paar jaar terug, hier zo voor met het coachen. Maar nou, ik heb hem vorig jaar eens gezien. Hij heeft een ontzettend hard schot ook. Hartstikke leuk. Hij gaat vooruit. En Milo, jouw zoon speelt ook hierin? Bo speelt er ook in, ja. Die doet het hartstikke goed. Topscorer volgens mij op dit moment. Oké. Dus, uit alle hoeken en gaten schiet hij de ballen erin. Dus die doet het hartstikke goed. Ja. Maar van beide heren weet ik het. Maar jouw achtergrond, ook gevoetbald? Bij jou, ik speel in het zesde, bij Cor in het team. Oh, jij speelt in het zesde, ja. Ja. Je ziet er nu heel anders uit, joh. Maar, er is een andere bierbuik niet zo. Nee, maar vandaag was het viering van de beker. Bekerwinst. Bekerwinst. Ik ben eerste geworden in de beker. Okay. Dus vandaar deze festiviteiten. Door in de beker en dan komt er weer een verwend partij. Ja, dat zal wel. Als ze het zo goed blijven doen, wel. Het zag er hartstikke leuk uit. Bedankt. Ja, zeker. Dus het zal vast. Of wil je nog wat zeggen? Nou, ik wil alleen dit zeggen. Dat het is altijd hartstikke spannend als de kinderen van de ouders die leider zijn, dat die aanwijzing moeten worden gegeven. En als dat wordt gedaan door de ouders, dan gaat het mis. Ja, dus je moet zorgen dat... Ik coach Aaron, Cor, die coach Bo. Precies. Op die manier moet het echt gaan, want anders... Kan je dan ook merken dat er... Ja, ik zeg het een beetje onbeleefd. Ja. Is er geen gezag dan eigenlijk? Nou, er is heel veel gezag. Ja, maar door die ouders. Nou, nee, toch wel. Ja, oké. Je dek je ook in. Nee. Nou, we laten het hierbij. Oké, bedankt.